rijdt natuurlijk iedere dag een vaste route. Dat moet natuurlijk. Maar toch kan je besluiten, als je een heel mooi landweggetje ziet, om gewoon even van het pad af te wijken. Dan moet je natuurlijk wel weer terug uiteindelijk. Dat hebben we net ook gedaan, dat smalle landweggetje. We gaan nu op weg naar een prachtige minaret uit de 11e eeuw. Ligt voor ons, kan je wel zien. Mooie bakstenen constructie. De minaret natuurlijk ook tijdens de zijderoute. Bedoeld om de gelovigen op te roepen voor het gebed. Burana, oftewel een minaret uit de 11e eeuw. De Kirgizische taal en het Oezbeeks zijn allemaal verwant aan de Turkse taal. Burana is minaret in het Turks. Ook getankt worden onderweg. Benzine is hier een stuk goedkoper dan in Nederland. 32, dus dat is ongeveer 45 cent per liter. 45 cent per liter. Busreis meegaat met een groep, dan zit die groep daar niet op te wachten. Maar wij rijden alleen, dus het kan. Kirgizistan heeft een extreem landklimaat. Hete, droge zomers en sneeuwachtige winters met tot temperaturen van min 30 graden. Maar ook als een dag als vandaag met wolken komt vaak voor in Kirgizistan. En dat betekent dus wat aangenamer rijden. Kirgizistan, land van nomaden en dus land van paarden. Het paard is je trouwste vriend. Het zorgt voor transport, het helpt met het drijven van het vee. En de paarden worden gemolken voor paardenmelk en die wordt gegist. En dat is een heerlijke drank. Je ziet dus dat het veulen en het jong altijd afgezonderd worden gehouden van de andere paarden, zodat het veulen kan drinken. Ja, vroeger trokken die nomaden natuurlijk met hun vee over de grasvlakte. Tijdens het communisme moesten al die nomaden in die staatsbedrijven gaan werken. En daarna zie je weer een opleving van dat nomadisme. Het zit in het bloed van de mensen. Ze willen trekken met hun vee. Ik kan heel goed zien dat deze twee paarden drachtig zijn.
veel vis gevangen in de rivier hier. Ze verkopen hier gedroogde vis. Wat een pillet, man. Zo'n korte pillet. Pillet. Zo'n korte pillet eruit. Oké, Rachmat. Zelf daar nog maar. Hai, hai. Hai, hai. Goed, hai. Wat, kumus. Kumus. De tweede dag in Kyrgyzstan zit erop. Prachtige tocht gemaakt door de bergen. We zijn in een klein dorpje en we overnachten bij lokale mensen. Dat heet community-based toerisme. En Footsteps Travel werkt samen met community-based toerisme. Je houdt de cultuur in stand, mensen blijven wonen waar ze wonen, maar ze verdienen iets extra's met het toerisme. Dat is community-based toerisme. Ontzettend aan de diarree. Dan hebben we gehoord dat je dan een wodkaatje moet drinken. Ik weet niet of het helpt, maar we hebben wel een verse aardbeidje op. Je moet niet te veel vlees eten. Gaan eens even kijken. Met rust nu. Nou, dat gaat erin als wiegeketenbad.